zijn inmiddels een paar uur verder. Het is een uurtje voor laagwater. En we zitten op de oostpunt van Terschelling. De bosplaat, bijna bij de koffiebonenplaat. En dit is de uitloop van de vierde slenk. Wat leuk is om te zien, is dat nu om ons heen bijna alles droog ligt. Daar in de verte. Dulce Bella. Die ligt dus inderdaad midden in de raampieden. Mocht de wind naar het noorden gaan zoals verwacht, dan ligt ze in het midden van de geul. Deze 360 graden. Daar aan het einde. Ameland. De vuurtoren. Bijna het zichtbaar is het torentje. Maar wel zichtbaar is dus dat de slenk hier zo naar buiten loopt. Dus als wij vannacht bij hoogwater een beetje een oostelijke koers varen, dan kunnen we tijdig weg. En dan aan het eind, dan maakt hij een slinger naar het zuiden. Dat is nu niet meer zo te zien, maar dat weten we inmiddels wel. Even stil houden, oké. We hebben nog een uurtje tot laag water.